Hoi, ik heb voor jullie weer een nieuwe video en dit keer is het een make-up tutorial. Ik had deze foto geplaatst op Instagram een tijdje geleden. En 2 weken geleden om precies te zijn. En toen werd mij ook gevraagd van, hey, zou je misschien de look even na kunnen maken? Dat kan ik. Het is een super simpele look. Waarschijnlijk door de belichting leek die heel uitgebreid of zo, maar het is echt een super simpele look. Maar ik ga hem graag voor jullie doen, dat is geen probleem. Ik hou mijn basis een beetje kort, het gaat namelijk voornamelijk op de ogen. Dus ik laat je even kort zien wat ik gebruik, wat ik doe. En dan skip ik hem verder naar de ogen. En ik begin met de foundation. Ik heb natuurlijk mijn huid al gehydrateerd en dat soort dingen, dat is allemaal al gebeurd. En ik gebruik deze foundation van L'Oréal Paris, de Nude Magique. In de kleur 150. Mini korte review van deze foundation. Ik vind hem verschrikkelijk. Nee, hij is niet verschrikkelijk. Hij is super dun. Ik weet niet of je het kunt horen. Hij is echt ontzettend dun. Ik heb hem bij de Big Bazaar vandaan kunnen vissen. Want normaal gesproken zijn deze natuurlijk hartstikke duur. En bij de Big Bazaar was hij 6 euro. Was ongeopend, ongebruikt en prima. Kijk, hij valt ook echt gewoon... Oké. En hij was echt verschrikkelijk. In ieder geval, ik heb hem in de kleur 150 en ik breng hem aan over mijn gehele gezicht. Zoals we natuurlijk gewend zijn van een foundation. Dan, op de camera lijkt het net alsof ik echt 30.000 tinten te donker ben. Terwijl het in het real life is het eigenlijk gewoon een goede kleur voor mij. In ieder geval. Concealer. Nog altijd mijn All About Matte van Essence. Fantastische concealer. Ik ga het er ook niet meer over hebben. Want volgens mij heb ik al echt al 30 keer verteld. Met een Expert Face Brush van Real Techniques. En ga dicht. En deze breng ik aan onder de ogen. Ik gebruik de allerlichtste kleur om een beetje te highlighten. Dit laat ik even in mijn huid trekken. Voordat ik mijn poeder doe, ga ik mijn wenkbrauwen doen. Ik borstel ze eerst een beetje door. Zo. En dan pak ik de Brow Parlour van W7. En ik pak... Zorg dat dit er niet uitvalt. Deze kleur, je ziet hem bijna niet eens meer. Hij is bijna op. Het is zo'n goede wenkbrauwkleur. En daarmee, ik volg gewoon mijn eigen wenkbrauwvorm. Oh, Francis komt eraan gelopen. Mijn eigen wenkbrauwvorm. Maar ik kleur het gewoon even een beetje bij. De wenkbrauwen zitten erop en ik doe dat even voornamelijk voordat ik mijn poeder doe, zodat ze gewoon goed blijven zitten, want poeder dat hecht goed aan natte foundation, zeg maar. Dan gebruik ik de compact powder van Essence, die bijna uit elkaar valt, maar hey, om alles te fixeren. Dan ga ik gelijk verder en maak ik mijn gezicht even af met blush. En dit is van So Susan. De hele naam is eraf. Maar het is een lief roze kleur met een schuin afgesneden kwast. Niet te veel. Dat lijkt natuurlijk gigantisch veel, maar het valt echt wel mee. Gewoon een lief blosje. Dan... ga ik onder mijn wenkbrauwen ga ik gebruik maken van deze potlood van Inspire, denk ik. De Dual Brow Highlighter. Had ik in die foto nog niet gebruikt, maar ik ben deze aan het testen. En bevalt me eigenlijk wel heel erg goed. Dus ik denk, highlighten onder de wenkbrauwen is nooit echt verkeerd. Dus dat breng ik gewoon zo aan. Onder de wenkbrauw. En dat vervaag ik met mijn vinger. Zorg er natuurlijk voor dat je je wenkbrauwen niet weer wegveegt. Anders heb je al die moeite gedaan voor niks. Gaan we verder tot de ogen. En voor de ogen gebruik ik eerst een oogschaduwbasis. Gebruikte ik in een foto ook niet. Maar ook deze ben ik aan het testen.
Dus dan wil ik het graag gebruiken. Daardoor blijft ook je oogschaduw en je potlood en alles wat je gaat gebruiken beter zitten. Mocht je trouwens geratel horen, dat is Francesca die op de grond aan het spelen is. Dan ga ik verder tot de ogen. En de ogen zijn eigenlijk super super simpel. Ik gebruik een zwarte potlood van Lux. Het is gewoon een hele simpele zwarte oogpotlood. Wat ga ik daarmee doen? Ik ga sowieso, kom ik even dichterbij staan. Hallo. Wat ik ga doen is ik ga even een heel kort lijntje trekken boven mijn oog. Ja. Yeah. Dan ga ik tightlinen. Dat is met je oogpotlood aan de binnenkant boven. En dat ziet er een beetje vreemd of eng uit. Maar hey, het effect is mooi. En dan ga ik ook in mijn onderste waterlijn. En daar heb ik echt twee handen voor nodig. Dus dat doe ik even en dan kom ik bij jullie terug. Okidoki, dat zit erop. Dan pak ik zo een kwast. Of tenminste gewoon, je hebt die nodig. Gewoon een korte stompige kwast. Deze is van Catrice toevallig. Maakt niet uit wat voor merk. En hiermee vervaag ik het lijntje. En dan wordt het hierboven een beetje smoky-achtig. Het duurt even, maar heb geduld en blijf vooral smatchen. Dan komt het goed. Ga door tot je ongeveer dit hebt bereikt. Het lijkt super blauw op de een of andere manier. Tenminste in de camera, maar I don't know, het is echt niet blauw jongens. Het is echt zwart. Dan. Het hoeft niet helemaal perfect te zijn, dus hey. Pak een eyeliner. Pak een eyeliner, alsof het niks is. Draai hem open. Grapje. Ik heb hier een waterproof eyeliner van Catrice. Sorry voor het gepiep van Franny. Zo heel waterproof vind ik deze niet. De andere versie was much better. Maar waarom ik deze nou weer heb genomen, weet ik niet. En dan maak je gewoon een lijntje. Kijk, als ik mijn ogen dicht heb, dan lijkt het alsof ik vet veel oogschaduw op heb gedaan. Dat niet zo is. Dan maak je een lijntje. Met wing, zonder wing, wat jij... Wing, wat jij wil. Ik moet zo meteen fietsen. Lijkt me niet verstandig om een wing te gaan doen. Dus ik doe een gewoon lijntje. En ik kom wel dichterbij staan. En we maken een mini lijntje. Ook niet te dik. Ik bedoel, het is geen party hardy make-up of zo. Ik mis mijn wing. Maar ik weet gewoon, als ik ga fietsen met deze eyeliner, dan smudge die alle kanten op. Okidoki. Dan zit het hem in de mascara, jongens. De mascara is super belangrijk. Ik gebruik twee mascara's. Deze van Vauban. En die van Catrice. En ik gebruik eerst die van Vauban en dan die van Catrice. En het moeten geen spinnenpoten worden. Geen spinnenpoot effect. Not done. Maar zorg er wel voor dat je wimpers dusdanig lang zijn. Dat die een beetje de show stellen, zeg maar, van je ooglook. Dus ik ga eerst met deze eroverheen. En dan met die van Catrice. Vauban zit erop, dan nog die van Catrice. Met die van Catrice, omdat die zo dun en klein is, ga ik ook op mijn onderwimpers. Dat is echt een must. Ook al denk je van, dat staat me niet, probeer het eens gewoon even een keer. Ik heb het weer leren doen. Toen ik het gewoon een keer deed, toen dacht ik van, eigenlijk staat het best goed. En inderdaad, het staat best. Oké. Ik kijk altijd zo idioot, hè, met mascara. Mijn god, hé. Dat is net als het lijntje aan de binnenkant. Dat heb ik ook jaren niet gedaan. En nou ineens weer wel. Dus, dat is de look. Op de foto ziet het er misschien wat anders uit. Ik ga mijn haar losdoen. Wow, er gaat hier even een tent bijna helemaal om. Okidoki. Zo, dat is de look die je op de foto kon zien op Instagram. Als je mijn Instagram nog niet volgt, in de link in de box staat de link in
je snapt wat ik bedoel. Ik hoop dat je het leuk vond. Meer suggesties voor looks, laat het even achter. Dan kijk ik even wat ik ermee kan doen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!